En de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis roept alle aspirant-donoren op om bloedserieus verder te gaan. Door bloeddonaties wordt de zieke mens geholpen en wordt de voorraad bij de bloedbank constant gehouden. Na een oproep van de bloedbank heeft een aantal nieuwe donoren zich aangemeld. Genevieve Cyrus, operation manager bij de Stichting Nationale Bloedbank, is tevreden over de opkomst van de aspirant-donoren. De stichting wil de band met de oude bloeddonoren echter wel behouden. Dus worden ze ook opgeroepen tijdens deze bloedserieuze week. Cyrus gaat in op de term bloedserieus. Serieus, dat betekent dus dat zowel wij als de donoren het serieuze moeten inzien van die donaties die we nodig hebben, die voorbloeddonaties. Ook vanwege onze rol in de gemeenschap, de rol van de bloedbank. Wij zijn namelijk de enige bloedbank in Suriname. En wij moeten kunnen voldoen aan de vraag van alle ziekenhuizen en ook het Nederdialysecentrum om bloedproducten af te kunnen leveren. En dus we willen hiermee beginnen om de donoren die zich in maart hebben aangemeld, om die band met ze te behouden, maar ook de overige donoren, dat ze serieus hun donorschap gaan uitoefenen bij ons. Ik roep alle potentiële donoren, ook mijn kennissenkring, roep ik op, mijn familie, om zich aan te melden als donor, om ons te helpen om ons doel te kunnen bereiken. En omdat we ook als enige bloedbank willen voorzien in het leveren van bloedproducten aan alle ziekenhuizen. En we willen 100% daarin voorzien. Genevieve Cyrus, bloeddonor Denise Gummels zegt dat ze voor de tweede keer bloed heeft afgestaan. Gummels deelt haar ervaring over het doneren van bloed. Ja, het valt best mee. Het is niet de eerste keer dacht ik echt dat dat gaat pijn doen. Het ziet er erger uit dan dat het is. Dus het valt echt mee. Er kan nu iemand liggen die je bloed nodig heeft. Toch? En ja, je kan iemands leven redden daarmee. Dus ja, het is een goed gevoel. Aldus Denise Gummels, die vanmorgen bloed doneerde aan de Nationale Bloedbank, na een oproep te hebben gehad in verband met de bloedserieuze week.